Hey, hallo. Wat leuk dat je weer naar deze video kijkt. In deze video ga ik het hebben over de ladder D mineur Doris. In mijn boek Improviseren doe je zo, speciaal voor beginners, leg ik dit uit in hoofdstuk 12. Daar komen de vier basisminorladders die een rol spelen bij het improviseren, die komen daar aan bod. En de Dorische ladder, die stamt eigenlijk uit de Gregoriaanse muziek, maar die is dankzij Miles Davis, is die in de jaren 50, 60, is die weer nieuw leven ingeblazen. En die is heel belangrijk als je vooral in jazzmuziek improviseert. We gaan kijken naar D mineur Doris. Speel jij een basinstrument, dan is het voor jou E mineur Doris. Basinstrumenten, dat zijn sopraansax, tenorsax, klarinet, trompet, flugelhorn, eufonium, etc. Speel jij een S-instrument, zoals de altsaxofoon of de baritonsaxofoon, dan is het voor jou B mineur Doris. Ik ga de ladder even voor je voorspelen. Hey, daar zit één gekke toon in, de Dorische sext. Het is namelijk de zesde toon. Van boven naar beneden klinkt die zo. Nou, nu is een toonladder is maar gewoon een toonladder, is gewoon basismateriaal. Bij het improviseren gaat het erom dat je juist hiermee leuke zinnetjes gaat maken. En ik heb deze keer een hele poppy, een hele groovy track genomen. Omdat vooral popmuziek, daar ligt de nadruk echt op ritme. Dus je kunt echt perfect oefenen om ritmisch, om deze ladder ritmisch te gebruiken. Nou, ik ga hem eens even demonstreren hoe je dat zou kunnen doen. Zover mijn demonstratie. Ik wens je veel plezier bij het oefenen met de Dorische minorladder. Tot in de volgende video!